het dierenrijk. Ik ben bezig met focus thema 7, les 6, de natuur in hokjes gestopt. Jammer dat ik niet in klas ben, want het is een van mijn lievelingslesjes. Ik vertel over het dierenrijk. Het dierenrijk kunnen we verdelen in twee grote groepen. We hebben de groep van de gewervelde dieren, de gewervelden en de niet-gewervelden. Moesten we al die dieren bij elkaar op een rijtje zetten, dan zou het rijtje van de rechterkant, de niet-gewervelden, zoveel groter zijn dan die van de gewervelden. Er wordt ook gezegd, als er iets gebeurt met de mens, dat de insecten eigenlijk de wereld zullen overnemen. Ze zijn het best georganiseerd. Gewervelde dieren, zoals hier een krokodil, die hebben een geraamte, een wervelkolom. We zien een ruggengraat, een staartbeen. We zien de ribben. Nee, een vlieg heeft geen ribben en een spin heeft geen ruggengraat. Als je er met je voetje op trapt, is het direct spets open. Ook een slak die zoekt zijn bescherming in een huisje. Het is een weekdier, heeft helemaal geen geraamte. We doen verder met de gewervelden. En die gewervelden kan ik verdelen in 5 groepen. Wij zelf horen bij de zoogdieren. De mens is een zoogdier. Aan de linkerkant heb ik de groep van de vissen met een snoek. Ik heb ook de groep van de vogels met een... Allee, ik raak er nu niet op dat woord. Fazant. En aan de rechterkant heb ik de reptielen. En ik koos voor een adder. En tot slot hebben we de amfibieën. En hier koos ik voor de groene kikker. We gaan die 5 groepen stuk voor stuk bespreken. Ik start met de vogels. Wauw, meester. Vogels hebben veren en vogels hebben vleugels. Dat wil niet zeggen, beste dames en heren, dat alle vogels kunnen vliegen. Ik denk aan een struisvogel, die kan zeer snel lopen, maar die vliegt niet meer. Die is in zijn evolutie ergens gestopt met vliegen. Vogels leggen eieren. Er zijn er ook die het... Vogels leggen eieren. Maar niet elke vogel broedt zijn eigen eieren uit. Dat wil ik zeggen. De koekoek bijvoorbeeld, die is meesterlijk in het misleiden. Die kan bijvoorbeeld een ei leggen in het nest van een merel. En dan zal die merel het ei van die koekoek uitbroeden. Het jong van de koekoek is dan veel groter dan die van de merel. En bovendien, erg gemeen, de jong van een koekoek duwt dan het mereljong uit het nest om zelf meer voedsel van de merel te krijgen. Goed, vogels hebben longen, net zoals wij, en ze hebben een vaste lichaamstemperatuur. Dat vraagt een woordje uitleg. Wij hebben ook een vaste lichaamstemperatuur. Als je je temperaturen meet met een thermometer, dan kom je ongeveer uit aan 37 graden Celsius. En dat is normaal gezien vast. Tenzij dat je ziek bent, dan maak je koorts en dan kom je aan 38, 39 of zelfs meer graden Celsius. Ik weet niet wat de lichaamstemperatuur van een vogel is. Vogels leven op het land, maar je hebt er ook die leven op het water. Een zwaan, een eend. Je hebt oogvogels die leven in de lucht. De meeste vogels zijn. We zien hier een buizerd, een ooievaar en een merel. De vissen. Vissen zijn bedekt met schubben. Ik heb nog geen enkele vis gezien met veren. Vissen hebben een wisselende temperatuur. De vis neemt de temperatuur aan van het water. Als het winter is, het water is koud, dan zal je die vis nog amper zien bewegen. Die vis zit ergens goed verstopt in een hoekje of een kantje van de vijver en houdt zich rustig stil. Lente, zonnetje, komt er, het water wordt weer warmer, dan ga je zien dat die vissen weer actief worden. Vissen leggen eitjes. Uit die eitjes komen eerst larven, dat worden dan later kleine visjes. En ze groeien door tot een volwassen vis.
Hier hebben we de queue. De queue taxels eigenlijk. De queue zit binnen in de vis. En dat is een ademhalingsinstrument. Vissen hebben geen longen. Vissen leven in het water. En niet in de lucht. Ah ja, meester, en die vliegende vis. Ook een vliegende vis, die jumpt af en toe een keer uit het water. En laat zich een beetje met de wind meedrijven. Maar die vliegt niet echt, die leeft niet in de lucht. De derde groep, de groep waar wij toe behoren, de zoogdieren. Bedekt met haren. Pas op, bij sommigen is de huid naakt. Een dolfijn bijvoorbeeld. Of een potvis. Ah, is dat geen vis, meester? Nee, het is een zoogdier. Want het heeft een vaste lichaamstemperatuur. De jongen worden levend geboren en komen niet uit een eitje. En worden door de moeder gezoogd. Ze ademen door longen. Voorlaatste groep, de amfibieën. Ik heb hier een salamander, een pad en een groene kikker. Amfibieën zijn bedekt met een laagje slijm. Hun huid mag niet uitgedroogd worden. Ze leven in het water, maar ook op het land. Ze leven in het water, dat is vooral om hun eitjes te leggen en te paren. Voor de rest houden ze zich graag op vochtige, schaduwrijke hoekjes en kantjes. In je tuin kan je een pad of kan je een salamander vinden als je goed zoekt. Want ervan af als je tuin een beetje vochtig is. Leg dus eieren, ademen door longen. Amfibieën hebben ook een wisselende lichaamstemperatuur. Ze verstoppen zich in de winter in een beschut plekje, want ze kunnen niet zelf voor hun temperatuur zorgen. Laatste groep, de reptielen. Ik heb hier een ringslang, een landschildpad en een nijlkrokodil. Ja, in ons land vind je niet vaak reptielen. De ringslang wel. Die leeft in het water, maar ook op het land. Niet bedekt met haren, niet bedekt met veren, niet bedekt met... ik weet het niet meer, maar wel bedekt met schubben. Leven op het land en in het water dus, hebben een wisselende lichaamstemperatuur en ze ademen door longen. Reptielen leggen eieren. Zo, met al die informatie, en ik zet dat ook nog even op onze Hurlspagina. Met al die informatie kun je aan de slag in het werkboek. Veel succes!